Welkom allemaal bij de digitale themabijeenkomst over secure software design en development. Mijn naam is Bas Houtenpen en ik zal gedurende deze webinar optreden als moderator. Stel de vragen die je hebt gerust en doe dat aan de rechterkant van je scherm door in te loggen als gast en daar je vragen te stellen. Ik zal de meest gestelde vragen en relevante vragen eruit pikken en die gedurende de presentatie, maar ook achteraf, aan Carolien stellen. Ik zou Carolien eigenlijk wel omarmen, maar dat gaat niet, want er zit plexiglas tussen ons vanwege de voorschriften van het RIVM natuurlijk, rondom corona. Carolien Glasbergen die gaat zo wat vertellen over Agile Security Management en... Ik wens jullie veel plezier toe tijdens deze webinar en Carolien succes toegewenst. Ja, dankjewel Bas. Welkom nog een keer. Heel erg leuk dat jullie hier vanavond vanmiddag zijn ingelogd om te luisteren naar dit verhaal en ook het volgende verhaal, omdat jullie interesse hebben in security management en dat natuurlijk bij Agile werken. Ik heb geprobeerd om daar een beetje een duidelijk verhaal van te maken met drie kantelpunten. Je zal wel merken dat er in de loop van de presentatie best veel langskomt. Gelukkig kun je het allemaal nalezen, omdat er ook een whitepaper is geschreven en die kun je downloaden. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik werk meer dan 30 jaar in ICT in allerlei verschillende functies en beroepen, zowel aan de infrastructuurkant als aan de applicatiekant en de middlewarekant. De laatste 10 jaar werk ik als projectmanager en de laatste 2 jaar ben ik bij het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming betrokken. En daar ben ik verantwoordelijk voor alle coördinerende netwerkactiviteiten rond security managers, secure software by design en ook ethiek, wat ook een hartstikke belangrijk onderwerp is op dit moment. Het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming is een organisatie die zich bezighoudt met de overheid, voor de overheid. Dus samen met kennispartners en mensen uit de overheid. Bij verschillende organisaties proberen wij zoveel mogelijk kennis op te halen en ook weer te delen. Ja, want wat is er nou handiger dan weten hoe je buurman of buurvrouw dat doet en dat ook toe te kunnen passen als dat voor jou van toepassing is. We hebben daarom een whitepaper geschreven, dat zei ik daar straks al. Je ziet hier de voorkant ervan, dat is nog een oud logo. En mensen die in de werkgroep hebben gezeten. En daaruit zie je al dat dat zowel mensen zijn uit de overheid als mensen van commerciële bedrijven. Die zijn onze kennispartners en daarmee geven ze ons uren en kennis waarmee we dit soort whitepapers kunnen schrijven. Deze whitepaper kun je downloaden vanuit onze site. Helemaal aan het einde van de presentatie zie je daarvoor de URL. En dat kan je gratis doen, dan kun je het hele stuk nalezen. We zijn er best een tijd mee bezig geweest om met elkaar te bepalen wat zijn nou eigenlijk die dingen die niet alleen bij secure software development spelen, maar die ook bij agile werken spelen. Want eerder al, en daar wil ik eerst wat over vertellen, hebben we bij het Centrum voor Informatiebeveiliging, voor mijn tijd, een methode geschreven en die heet Grip op SSD. En waarom deden we dat? Nou, omdat er best wel veel vraag naar was van hoe zorg je er nou voor dat software development ook secure gebeurt. Dat de software dan secure is tenminste. En daar zijn een aantal succesfactoren voor bepaald. Bijvoorbeeld begin met een minimum baseline. Hè? Dus probeer niet alles in één keer te doen. En zorg dat er een dashboard is waarop je kunt volgen hoe het staat eigenlijk met je veilige software. En stel ook een beveiligingsrisicoanalyse verplicht. Doe dat altijd met elk IV-project. En tegenwoordig hebben we natuurlijk een DPIA en we hebben de AVG die dat ook verplicht stelt. En daarmee is het ook zijn mensen zich daar meer bewust van geworden. En toch zie je dat het nog steeds nodig is. Ja, jullie zullen dat zelf denk ik nog veel meer merken, want jullie zitten in dit gebied, dat je er altijd weer aandacht voor moet vragen dat security nodig is. Baselines maken en risicoanalyses maken, dat is ook wel een vak. Dus je moet de organisatie, de kennis daarvoor ook organiseren.
En je moet die organisatie daarin meenemen. Dus je kunt dan CMM inzetten als een roadmap om steeds volwassener te worden met je security. Zodat je dat op een gegeven moment ook gewoon goed gaat doen. En er ook gewoon niemand meer aan twijfelt dat dat nodig is bij jouw organisatie om dat zo te doen. Nou, die SSD-methode, die grip op SSD-methode, die bestaat eigenlijk uit twee aspecten. Het ene is een methode die vooral bestaat uit die beveiligingsrisicoanalyses doen. En er wordt goed beschreven hoe kan je dat nou aanpakken en hoe kan je nou implementeren zoals daar op het laatst staat. En hij bestaat uit een normenset. En die normenset die kun je ook vinden op de site. Die is net vernieuwd, geactualiseerd. Dat is nog een beta-versie. We willen daar met de opmerkingen die we krijgen tot eind juni in de zomer ook een alpha-versie van maken. Hè, een verbeterde versie, zodat die weer goed actueel is. En mochten jullie dus opmerkingen hebben, dan horen we die heel erg graag. Als je dan kijkt naar grip op SSD, dan zijn daar een aantal onderdelen zowel op strategisch niveau, als op tactisch niveau, als op operationeel niveau in beschreven van welke processen je kunt volgen om te komen tot secure software. Als je dan kijkt naar Agile Security Management, ja, Agile is natuurlijk niet een methode. Hè. We hebben wel verschillende methodes die onder de paraplu vallen van Agile werken, bijvoorbeeld Scrum of Lean of DevOps. En we hebben met de kleurtjes hier aangegeven, ja, als je nou kijkt naar Scrum, DevOps en Lean, hoe zou dat dan staan ten opzichte van Secure Software Development? We hebben zelf besloten om de white paper te schrijven over Scrum, dus die gaat over het operationele gedeelte en niet over de tactische en de strategische processen. Ik ben wel benieuwd wie van jullie eigenlijk ook de methodegrip op SSD gebruikt. En wie van jullie al agile werkt. Dus als jullie dat laten weten in de chat, dan hoor ik daar zo meteen misschien wel wat over. En als jullie vragen hebben al hierover, dan hoor ik ze ook graag. Want ik ga zo over naar het volgende onderwerp, namelijk als je nou grip op SSD hebt, dat is één ding. Maar we gingen het toch hebben over agile werken. Dus wat betekent dat nou eigenlijk voor agile werken? Nou, toen we begonnen te schrijven aan de white paper en met elkaar aan het discussiëren waren, toen hebben we natuurlijk ook gezegd, wat is dan die doelstelling eigenlijk? Hè? Wat wil je dan bereiken met Agile Security Management? We wilden niet opnieuw een methode beschrijven, want die hadden we al. Je wil natuurlijk dat met Agile Teams, hè, of Agile werken in ieder geval, dat je nog steeds grip hebt op het veilig zijn van applicaties. En dat is wel lastiger, omdat je met Agile werken over het algemeen in korte sprints werkt. 2 weken, 4 weken. Misschien 6 weken, terwijl normaal bij wat watervalapplicatieontwikkeling, daar heb je veel langer de tijd om je security eisen toe te passen en eventueel ook achteraf nog weer toe te voegen. Je hebt ook veel meer tijd om een check te doen of security wel in voldoende mate is toegepast. En dat heb je niet op het moment dat je agile werkt en in 2 weken een sprint werkt. Dan kun je niet een uitgebreide check gaan doen achteraf. Of al je maatregelen wel meegenomen zijn. Dus je hebt minder tijd om daarbij stil te staan. Wij hebben gedacht, hoe ga je dat dan op een natuurlijke wijze eigenlijk inpassen in het agile ontwikkelingsproces, zodanig dat je toch secure software krijgt. En daar kwamen we aan de 3 kantenpunten eigenlijk waarvan we zeiden van ja, wat betekent dat dan? Dat betekent wel iets voor de cultuur. He, dus je zou moeten vertrouwen eigenlijk en moeten samenwerken. En ja, dat klinkt leuk, hè, maar wie moeten elkaar dan eigenlijk vertrouwen en wie moeten dan eigenlijk samenwerken? Dat zijn die ontwikkelteams en dat is je security organisatie die je hebt binnen je bedrijf. En dat is niet vanzelfsprekend dat die elkaar vertrouwen en samenwerken. Want in die waterval werkmethode was het natuurlijk toch vaak zo dat een ontwikkelteam ontwikkelt en een security expert achteraf nog eventjes vaststelt of het wel of niet goed genoeg is gedaan. En dan een lijstje oplevert met punten die niet goed zijn. En dat zet de verhoudingen nog wel eens op scherp. Maar als je agile werkt, dan kan dat eigenlijk niet. Hey, je moet samenwerken, dus je kunt die verhoudingen niet op scherp zetten. Je moet het samen doen. Dat betekent wat voor de organisatieinrichting. Het betekent dat je wat moet doen in je governance, in je rollen en in je processen. Dus daar komen we ook op terug zometeen. En dat betekent iets dat je het veel vroeger in het proces moet doen. Je kan niet meer achteraf controleren, want dan ben je te laat. Want die sprint die moet live. Hè? Op het moment dat je hem
gemaakt hebt, dan is het de bedoeling dat die zo snel mogelijk ook in productie staat. En daarom is het de bedoeling dat je eerder in het proces activiteiten onderneemt die te maken hebben met security. En dat je zoveel mogelijk gestandardiseerd werkt en geautomatiseerd werkt, want dat scheelt gewoon tijd. Ja, als je dan zegt van vertrouwen en samenwerken, wat betekent dat dan eigenlijk? Ja, je hebt een informatiebeveiligingsorganisatie. En die moet dus eigenlijk aansluiten en samenwerken met die agile teams. Die moeten samen eigenlijk bouwen aan een muur van aan een cultuur van vertrouwen. En ze moeten elkaar weten te vinden en niet elkaar weten af te vangen. Of het gaat erom dat je het samen inderdaad doet. Terwijl het wel andere organisatieonderdelen zijn vanuit nature. Nou, je wil ook dat er minder controles achteraf zijn, heb ik net al aangegeven. Zodat testen ook een integraal onderdeel wordt van een ontwikkeltraject. En dat betekent ook testen op security een integraal onderdeel wordt. Maar dat kan alleen maar als je geautomatiseerd gaat testen. Althans voor een groot gedeelte. En dat meeneemt in je sprints om dat te automatiseren. En als je dingen hergebruikt. Hè, want als je elke keer het wiel opnieuw moet uitvinden op het moment dat je bezig bent met een sprint. Ja, dan ben je wel heel erg laat. Dus je zou al eerder aan de slag moeten gaan met van wat betekent deze functionele eisen die we gaan maken in de sprint. Wat betekent dat eigenlijk voor security? De rol van de beveiligingsorganisatie die verandert. Hè, want van oudsher. Het is natuurlijk gelukkig niet overal zo, maar van oudsher is natuurlijk wel een club die controle uitoefent achteraf. Er is een applicatie opgeleverd, er is een hele tijd aan gewerkt en er wordt gekeken achteraf of die wel voldoet aan de beveiligingseisen. Wij hebben het, toen we bezig waren met hierover te praten, hebben we er wel eens over gehad van het lijkt wel op het testen van vroeger eigenlijk. Als je in de 90er jaren bezig was met testen zelf, zeg maar, wat toen nog geheel handmatig gebeurde. Maar ja, daar vonden ook heel veel mensen niet nodig. Weet je wat, als je iets af had, dan zette je het gewoon in productie en dan zag je wel. Ja, op een dag kwamen we erachter dat het toch handig was om wel te testen. Dat is tegenwoordig heel normaal. Er wordt eigenlijk altijd getest. En zo is het met security ook. Het is gewoon, het moet normaal worden om altijd security mee te nemen, meteen bij het ontwikkeltraject en niet achteraf. Dus de rol van de informatiebeveiliger, die verandert daarbij. En wordt die kleiner? Dat is misschien wel een vraag. En ik ben wel benieuwd hoe jullie erover denken. Dus antwoord in de chat. Wordt de rol van de informatiebeveiliger nou kleiner? Omdat je op een ander moment betrokken bent. Ja, Bas. Caroline, in jouw presentatie had jij het over shifting left. Ja. Wat betekent dat precies en waar komt die term vandaan? Ja, nou de laatste vraag, waar komt die term vandaan, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk wel, denk ik. Shift left, de betekenis daarvan is dat je dingen veel eerder in het proces doet. En een proces teken je hier in Nederland tenminste vaak van rechts naar links. Dus shift van links naar rechts, sorry. Dus shift left betekent eerder in het proces al dingen doen. Dat betekent eigenlijk dat op het moment dat je je user stories hebt en die staan nog in de backlog, dat je op dat moment ook al bezig bent met te bedenken wat dit betekent voor security. En dan werk je het nog niet helemaal uit. Ik kom daar trouwens straks nog wel op terug. Dan werk je het nog niet helemaal uit. Mm-hmm. Maar je zorgt wel dat er al nagedacht wordt van welke aspecten spelen hier een rol. Het vervelende met security is natuurlijk ook dat het heel veelomvattend is. Er zit zoveel aan vast. Wil je alles kunnen checken? Nou, dat red je ook weer niet. Ook niet als je het van tevoren doet. Dus de clue is dat je toch wel heel goed moet nadenken van tevoren. Op welke aspecten heeft dit nou betrekking? En zodat je je keuzes eigenlijk vroegtijdig kunt maken. En je doet het op verschillende momenten. En ik kom daar straks nog verder op terug. Dankjewel voor je antwoord. Dit heeft dus ook betrekking op de rol van anderen, hebben jullie inmiddels al kunnen lezen, en ook op het management. En dat betekent dat je wil wel bouwen vanaf onderen, hè? Dus de mensen op de werkvloer die moeten dit doen, de ontwikkelteams, de beveiligingsexperts, maar de betrokkenheid van management is hartstikke belangrijk om dit voor elkaar te krijgen. Want ook zij moeten natuurlijk dat vertrouwen hebben en ook zij moeten samenwerken. Als je dan kijkt naar wat dat betekent, ja, we hebben eigenlijk gezegd van je hebt mooi drie cirkels.
Je hebt eigenlijk gezegd van als je nou naar de cirkel kijkt met de blauwe, naar de blauwe cirkel kijkt, dan zie je dat dat eigenlijk de beveiligingsorganisatie voorstelt. Die hebben een plan, do, check, act cyclus. Ze dragen actief bij. Ze stellen natuurlijk vast wat de vorm is, zeg maar, waarin security plaatsvindt in de organisatie. Ze stellen normen. Hoe veilig willen we eigenlijk zijn? Wat je daarbij voor moet stellen is bijvoorbeeld, als je voor defensie wilt werken, ja, dan heb je een hele hoge mate van niet alleen volwassenheid nodig, maar ook van security nodig. Die willen er absoluut van zeker zijn dat je, dat je alles hebt gedaan om veilige software op te leveren. Maar als jij een veel kleinere organisatie bent die minder financiën daarvoor over heeft, dan kan het best zijn dat je zegt dat je eisen iets minder groot mogen zijn. En ondertussen is het natuurlijk ook zo dat we die eisen steeds hoger stellen. Vroeger was het wat minder spannend, maar hoe meer we digitaal werken, en ik denk dat corona dat ook wel bewijst, hoe digitaler we worden, hoe meer belangrijk het is om secure te werken. Dus die informatiebeveiligingsorganisatie, ja, die moet zorgen dat de organisatie ook werkt. En dan heb je aan de andere kant de ontwikkelteams. Ja, die hebben als job om te zorgen dat er gewoon software ontwikkeld wordt. Die klant die wil value hebben, die wil waarde hebben. Dat moet er gewoon snel komen. Dat team, die moet dat voor elkaar krijgen met zijn product owner. Die zorgt voor user stories en bepaalt welke user stories er ook in deze sprint opgenomen worden. En welke waarde eraan toegekend wordt. En security moet daarbij ook een onderdeel worden van die waarde. Het moet die klant duidelijk zijn dat hij niet software kan krijgen die niet veilig is. Dat heeft weer met de compliance te maken, zeg maar, die de informatiebeveiligingsorganisatie stelt. Wat is dan het level waarop het minstens moet gelden? En daar moeten die twee teams elkaar al heel erg vinden. Het andere wat er moet gebeuren, dat is dat team wel geholpen moet worden, of gefaciliteerd moet worden, is misschien een beter woord, om te zorgen dat ze in een flow kunnen zijn en blijven, ook al nemen ze security gewoon mee in de sprint. En wat zorgt er dan voor die flow? Dat is eigenlijk dat zijn de ASM-mechanismes die in de middelste cirkel vormgegeven zijn. Dus we hebben in onze whitepaper beschreven van ja, hoe moet die governance eruit zien en welke rollen spelen hier dan eigenlijk een rol? welke acteurs hebben we hierbij? Welke artefacten zijn er dan en wat zijn de contactmomenten en welke beleid en richtlijnen zijn er dan eigenlijk? Nu is het geen methode zoals ik al zei, dus wij schrijven niet wat zijn dan de beleids en de richtlijnen, maar wel wie moet er daar dan van zorgen en wat moet er dan eigenlijk in staan? Want de mate waarin je security inhoudelijk, zeg maar, regelt, dat is natuurlijk aan de beveiligingsorganisatie en aan de ontwikkelteams om dat ook daadwerkelijk vorm te geven. Bas? In de chat werd een vraag gesteld welke expertise dat benodigd is in de ontwikkelteams of dat er altijd iemand van security aan moet sluiten bij een ontwikkelteam om secure software te kunnen developen. Nou, beide denk ik. Hè. Dus je zal zien, zeg maar, dat ontwikkelteams, zeker in het begin, als je nog maar net agile gaat werken en je hebt een organisatie waarbij ze eigenlijk gewend zijn dat security achteraf gebeurt door mensen die gespecialiseerd zijn in security, dan zie je dat die ontwikkelteams niet zo heel veel kennis nog in huis hebben. En dan moet de security expert, die moet dan veel vaker bij die teams komen. Er verandert wel wat, hè, want hij kan niet meer ze moeten samenwerken. Hè? Dus hij kan niet meer hoog overroepen dit moet en dat moet. Nee, ze moeten daarover in gesprek. En die security expert die moet ook zijn kennis overdragen naar het team. Want dat gaat alleen maar goed snel werken als dat team steeds meer kennis krijgt eigenlijk van security. Steeds beter zelf kan inschatten hoe dat is. En ik denk dat de rol van de informatiebeveiliger dan ook steeds meer toegaat naar een rol waarin hij in de loop van de tijd advies kan geven. En als expert ingeroepen wordt op het moment dat het team weet dat ze een expert nodig hebben. Daarvoor heb je ook vertrouwen nodig natuurlijk in elkaar. Want een expert wordt niet ingeroepen als je er geen vertrouwen in hebt. Dus die rol die verandert wel degelijk daarin. Ja. Is dat denk je antwoord op de vraag?
Ik denk het wel. En anders dan moet je gewoon nog de vraag stellen, anders een volgende vraag. Dan krijg ik hem zo weer terug. ik ga verder. Als je dan kijkt naar de organisatieinrichting, of als je dan kijkt van we hadden het net over cultuur en vertrouwen, wat goed in elkaar moet zitten, want anders dan vraag je iemand niet, hè. Je stelt niet zomaar een vraag aan iemand die je niet zo goed kent of aan iemand waar je eigenlijk een hekel aan hebt. Je zal zien, zeg maar, dat die ontwikkelaars en die beveiligingsexperts elkaar veel beter moeten vinden. En ik moet misschien nog wel in aanvulling op mijn antwoord van de straks zeggen. Natuurlijk is het zo dat de expert, zeg maar, op komt draven op het moment dat er in een sprint, zeg maar, vragen zijn. En dat ook mee moet doen in het begin van de sprint bij de planning om te bepalen wat is er nodig. Maar zo'n beveiligingsexpert moet eigenlijk ook voor die tijd al aangehaakt zijn. Namelijk op het moment dat de user stories op de backlog komen. En dan kan je hier eigenlijk terugzien. Bovenaan zijn de strategische, meer strategische aspecten, zeg maar. Dus waar je als organisatie, informatiebeveiligingsorganisatie, voor zou moeten zorgen. Dat is dat er een set is met beveiligingsrisico's waaruit gekozen kan worden. Want als team dat zelf helemaal van scratch af aan elke keer opnieuw moet doen, dat is natuurlijk dat duurt veel te lang. Dus je moet standaarden hebben waaruit ze kunnen kiezen. Dan heb je per systeem dat je selectie en voorbereiding moet doen om relevante eisen voor dat systeem of voor die user story, om die per systeem, om per systeem te zeggen van nou, dit zijn hele relevante security eisen die altijd bij dit systeem van toepassing zijn. Het tweede wat je natuurlijk nodig hebt, dat is dat je heel goed bent in risicobeheersing en risicoacceptatie. En risicoacceptatie doe je niet alleen. Risicoacceptatie doe je samen met de business, want zij zijn, of samen met de klant. Want ook zij zijn verantwoordelijk voor het accepteren van het risico. Je kunt namelijk nooit alles 100% afdekken. Tenminste, de meeste mensen niet, laat ik het zo zeggen, want dat kost heel veel geld. Dus je bepaalt aan de hand van je risicoanalyses, die je doet, die behoren bij dat systeem en die behoren bij de user stories die je daarin hebt, ga je bepalen van oké, welke risico's loop ik? Dat doe je al als product owner. En dat kan je natuurlijk als product owner, heb je onvoldoende kennis. Dus daar heb je een security organisatie, een security experts bij nodig. En dan samen met de business bepaal je wat er wel en niet acceptabel is. Ja, Bas. Nou, de vraag die in de chat werd gesteld is, hoe bepaal je dat alle relevante security eisen worden gesteld? Ja, dat is moeilijk, hè? Ja. Dat is een hele moeilijke vraag. Dat is de reden eigenlijk waarom ik begon met het systeem. Hè, dus shift left betekent veel eerder dingen doen, hè? Dus dat betekent eigenlijk dat je voor het systeem al bepaalt wat zijn dan de grootste risicoanalyses die je hier hebt. En dan verwijs ik eigenlijk toch naar grip op SSD, waar ik het hiervoor over had. Mm-hmm. Maar bij grip op secure software development, daar kijk je dus wel aan de hand van allerlei normen en risicoanalyses van wat is er op dit systeem van toepassing. Nou, dan zal je al zien dat je honderd normen, ik noem maar even een aantal. Het hangt er vanaf welke systematiek je neemt, want je hebt natuurlijk ISO en je hebt natuurlijk, het hangt er vanaf welke systematiek je neemt met hoeveel normen je hebt. Mm-hmm. Maar je zal zien dat ze niet allemaal van toepassing zijn op alle systemen. En zeker niet als je naar je risicoanalyse op loslaat. En dan heb je dus al een afkadering. Dat heb je voor het systeem. Dan vervolgens ga je kijken naar de user story. Ja, als jij iets aan de gebruikerskant, aan de achterkant gaat doen aan de databases, of als je iets gaat doen aan de voorkant aan je webapplicatie, dat maakt nogal uit met welke risico's je loopt. Dus ook aan de hand van je user story kun je bepalen van oké, deze risico's zijn wel van toepassing en andere niet. Dat laatste doe je met de product owner. Dus dat per systeem, dat kan de organisatie eigenlijk, ja, standaard klaar hebben liggen. En alleen als je een hele erg grote wijziging op een systeem, dan zal je daar misschien opnieuw naar moeten kijken. Dus zo kun je dat bepalen. Dankjewel voor de toelichting. En zo standaard mogelijk, hè? Dus, en zo vroeg mogelijk eigenlijk. Op het moment dat je, je hebt natuurlijk al een aantal systemen. En doe dat dan alvast. Kijk dan alvast welke analyse of welke risico's zijn er van toepassing op dit systeem over het algemeen. En dan weet je dat je daar altijd naar moet kijken. Ja. Ja, en toets dat wellicht ook naderhand.
Of je... Ja, natuurlijk. Ja, er wordt natuurlijk getest. Hè? Dus, en je test zoveel mogelijk tijdens de sprint. Maar dat laat natuurlijk niet onverlet dat je ook nog test achteraf. En er gebeuren natuurlijk dingen in de praktijk, hopelijk niet al te ernstig. Maar op het moment dat je achteraf grote tests uitvoert en het heeft effecten op, blijkt zeg maar effecten te hebben op de security die je hebt bij een systeem, dan pas je natuurlijk, ja, je moet wel leren, dan pas je dat natuurlijk aan. En ik denk wat heel belangrijk is voor de organisatie, voor de informatiebeveiligingsorganisatie, dat is dat je over teams heen leert. En we zijn best wel geneigd, en dat geldt ook voor agile werken, om in een teams wel te leren, hè, te weten dat je dat de vorige keer op die manier hebt opgelost, dus dat kan nu ook. Maar de clue is dat je wel over teams heen moet leren. En dat is wel de rol van de informatiebeveiligingsorganisatie, om dat voor elkaar te krijgen. Kunnen ze natuurlijk niet alleen, hè, want ook die ontwikkelteams, die willen over ontwikkelteams heen met elkaar leren. En dat is wat eigenlijk die Agile Security Management organisatie moet faciliteren. Zorgen dat je over sprints heen in een team leert. Zorgen dat je over teams heen leert. En zorgen dat je in de hele organisatie zeg maar steeds beter wordt in het herkennen van dit zijn de risico's die hierbij spelen. En daar kun je ook wat aan doen. Maar dan ga ik terug naar mijn sheet. Ja. Want in de blauwe kaders die daaronder staan, daar zie je wel dat er, je kunt ook generieke eisen stellen in je definition of done. Je kunt zorgen dat je specifieke eisen hebt in een picklist, wat dus inhoudt dat je inderdaad per user story kijkt, welke heb ik nou nodig uit deze picklist. We hebben op dit moment nog geen voorbeeld staan van zo'n picklist op onze website, maar die gaat er wel komen. En je kunt natuurlijk dreigingsmodellen ontwikkelen. En aan de hand daarvan kun je dan weer je keuzes maken van wat heb ik bij deze user story nodig en hoeveel inspanning moet ik plegen op security gebied hier. Dat is ook de reden waarom je niet alleen een informatiebeveiligingsorganisatie nodig hebt met hele goede beveiligingsexperts, maar ook dat het nodig is dat die ontwikkelteams het fijn vinden om die experts erbij te halen, want die hebben hier de kennis van. Nou, dan vervolgens, als je dat, je doet het per systeem, je hebt generieke eisen en dan vervolgens doe je het per user story. Daar voeg je zeg maar de relevante eisen toe die op die user story van toepassing zijn. En ook daarvoor moet je natuurlijk wel weer leren over die teams heen. Dan tot slot heb je natuurlijk de onderste oranje rij dan tenminste. Hè, het grijze eronder is het ontwikkelproces. Dus dat geldt gewoon. En jullie kunnen misschien nog denken, ja, maar dat ontwikkelproces wat er staat, dat is helemaal niet agile. Maar dit zijn natuurlijk toch stappen die ook in een sprint terechtkomen. Hè? Dus je doet het dan weliswaar niet achter elkaar, je doet het met elkaar en door elkaar heen. Maar ook op dat moment ben je natuurlijk bezig met backlog management. Je bouwt en je test en je accepteert. Het zijn allemaal stappen die je toch zet in een agile ontwikkelomgeving, in een agile ontwikkelteam. En daar moet je natuurlijk nog steeds kijken naar van oké, welke eisen heb ik? Welke instructies en testplan heb ik? Hoe kan ik mijn testautomatisering vormgeven? Je moet nog steeds doen een code review. Je moet nog steeds doen een security testen. En je moet nog steeds achteraf bepalen, niet achteraf, maar op het moment dat de sprint klaar is, welke risico's accepteer ik eigenlijk? En natuurlijk moet je ook nog pentesten. En dat doe je meestal niet in de sprint zelf, maar dan toch achteraf. En elke keer als er hier bevindingen uit dit soort verschillende tests komen, ja, dan is het wel de bedoeling dat je zorgt dat je daarvan leert. En dan wel met het hele team. En het liefst ook over teams heen. En ook dat de beveiligingsorganisatie ervoor zorgt dat die leereffecten ook worden meegenomen in bijvoorbeeld die generieke eisen die er in de definition of done staan. Of in de picklist terechtkomen. Hè. Dus het werk van zo'n informatiebeveiligingsorganisatie gaat bestaan uit faciliteren van teams, het helpen daarvan en zorgen dat ze hun standaarden goed op orde hebben, dat de systeeminformatie goed op orde is en al dat soort dingen. Het is niet minder werk. Ik ben nog benieuwd of de mensen waren die dachten dat het misschien minder werd, maar dat wordt niet minder, wel anders. En daar moet je je op inrichten. Zijn er nog andere vragen tot nu toe, Bas? Ja. In de chat werd net de vraag gesteld van wanneer de informatiebeveiliger aansluit bij het ontwikkelteam, waar worden dan de security eisen opgenomen? Wordt daar een aparte user story voor aangemaakt? Een abuse story werd dat genoemd in de chat. Ja.
Of zou dat in de definition of done of ergens anders in opgenomen moeten worden? Ja. Nou, goede vraag, uiteraard. Het kan zijn dat je abuse stories opneemt. Hè? De stories van wat als het fout gaat. En dat je daar ook misschien wel een set van hebt. Waarvan je zegt, van, nou, bij dit systeem of bij dit soort user stories wil ik altijd deze abuse stories getest hebben. Misschien zelfs niet ontwikkeld hebben, maar wel bij de ontwikkeling erop gelet hebben dat dit soort abuse stories niet voor kunnen komen. Wanneer pas je nou dat testen, wanneer ben je nou bezig eigenlijk met de security eisen? Eén is in zijn algemeenheid bij dat systeem. Twee is eigenlijk op het moment dat er user stories op de backlog staan en ze ook naar boven beginnen te komen, dus aan de beurt zijn om te gaan ontwikkelen, ja, dan heb je eigenlijk de security organisatie nodig, of niet de organisatie, maar wel security experts nodig, die de product owner helpen en de mensen die voorbereidend zijn aan de sprints nodig om te helpen om te kijken welke security eisen er nodig zijn en of er ook abuse stories geldig zijn. En op het moment dat je de sprint keuze maakt om dingen in een sprint te zetten, op te nemen, zeg maar, dan is het ontwikkelteam nodig en dat is handig om daar een security expert bij te hebben. Die is nodig om te bepalen van ja, hoeveel werk zit er nou eigenlijk aan zo'n user story. Je gaat pokeren om te kijken, kunnen we dit aan of niet? En dan moet je wel weten welke security aspecten er allemaal aan vasthangen. Hij moet ook voldoende uitgewerkt zijn natuurlijk, zo'n user story op zo'n moment. En of je dan echt een security expert nodig hebt of niet, dat hangt ook een beetje van de kennis van het team af. Ik zou me kunnen voorstellen dat sommige teams ook zo vaak bezig zijn met security dat ze gewoon zelf die kennis hebben. Of als ze het al langdurig doen. En ik kan me ook voorstellen dat andere teams misschien minder vaak te maken hebben met security aspecten. En dan gewoon een expert daar met regelmaat langs laten komen. Wat wel duidelijk is, dat is dat het echt een kennisgebied is wat je niet zomaar hebt, zeg maar. Hè. Het is niet een security is zo veelomvattend en dat zie je eigenlijk wel op het moment dat je gaat kijken naar al die normen bijvoorbeeld die er in security op SSD staan of neem een ISO-regeling. Kijk naar de volwassenheidsmodellen. Het is zo veelomvattend dat het niet waarschijnlijk is dat elk ontwikkelteam al die kennis in huis heeft. En dus met regelmaat gewoon een security expert moet raadplegen. Ja. Dankjewel. Ja. Ik heb op dit moment nog niks verteld over de rollen die daarbij betrokken zijn. Behalve dan de security expert, die is duidelijk aan bod geweest. Maar natuurlijk zijn alle rollen die er in een beveiligingsorganisatie zijn, die hebben allemaal hun spel te spelen. De informatiebeveiligingspersoon is duidelijk, daar heb ik al veel over gezegd. Maar de CISO moet wel zorgen bijvoorbeeld dat dit allemaal ook kan werken, zeg maar. Hè? Dat de beveiligingsexperts gefaciliteerd worden om dit te doen. Je zit altijd met een beetje met kosten. Hè? Waar neem je die kosten? Zitten die bij het ontwikkelteam? Of heb je die centraal? Dat geldt ook voor die beveiligingsexperts. Wat we niet hebben gedaan in het Agile Security Management White Paper is beschrijven waar dat moet liggen. Want wij kunnen niet jullie organisatie inrichten. We hebben daar wel een heleboel dingen in opgenomen met waar kun je dan aan denken? Welke aspecten moet je dan eigenlijk regelen? Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een product owner. Hè, die is wel verantwoordelijk voor zijn user story en zijn backlog. Of die het zelf doet, of dat hij mensen heeft die zeg maar die backlog maken. Dat hangt zo erg af van de organisatie inricht. Hij is wel verantwoordelijk voor en dat hebben we ook aangegeven. Dus wat in onze white paper wel beschreven staat, maar waar ik nu niet meer op inga, omwille van de tijd ook, is welke rollen heb je dan eigenlijk? En hoe moet je je governance eigenlijk inregelen? Terwijl dat nog wel interessante vragen zijn natuurlijk. Ik weet niet of er nog meer vragen zijn. Want mijn laatste opmerking is eigenlijk, ja, weet je, de antwoorden, dat is een puzzel die nog niet gelegd is. Hè? En we hebben hier wel een aantal aspecten gegeven van, nou, dit kun je gebruiken als oplossing. Maar net het allerbelangrijkste van agile werken is eigenlijk dat je met elkaar die oplossing maakt.
Daarom is het multidisciplinair werken. Daarom hebben we gezegd, bij Agile werken, je gaat niet het over de muur heen gooien naar de volgende en dan weer over de muur heen gooien naar de volgende, zoals we eigenlijk gewend zijn bij watervalwerken. Bij Agile werken zeg maar, nou juist omdat je multidisciplinair in een team samenwerkt, kan je de puzzel oplossen op een snelle manier. En zo is dat ook eigenlijk als het gaat over hoe kan je dan security meenemen in die hele set. Dus ook daarvoor geldt dat je dat niet in je eentje kunt doen. Je zult samen met het ontwikkelteam en de security organisatie moeten kijken hoe gaan we dit dan oplossen. Hoe gaan we zorgen dat onze software, ondanks dat we agile werken, of misschien dankzij dat we agile werken, heel erg veilig wordt en en compliance is en wat het bedrijf wil. Zijn er nog andere vragen? Nou, barst los zou ik zeggen. Nou, in dat geval, toch vragen. Ik was te snel. Chat werd de vraag gesteld, Carolien. Bij welke grootte van organisatie gaat deze aanpak goed werken? Is het geschikt voor MKB'ers, voor kleinere organisaties, of juist ook voor grote tot enterprise organisaties? Ja. Dit kan eigenlijk in alle organisaties werken. Natuurlijk is het zo dat je op een moment, en daarom hebben we ook geen organisatie-inrichting beschreven, maar hebben we wel beschreven wat de rollen. De rol is van een beveiligingsexpert of de rol is van een product owner. Ik heb het nu niet over de Scrum Master of de ontwikkelteamleden gehad of de CISO. Maar ze hebben allemaal natuurlijk een rol. En je zal zien dat in grote organisaties, dan zijn het verschillende mensen. Dan zijn het misschien ook wel veel mensen. Dan is het wat lastiger organiseren. Maar ze hebben toch allemaal een rol of meerdere mensen hebben een rol. En als je het hebt over MKB en wat kleinere bedrijven. Ja, dan zul je zien dat soms één persoon meerdere rollen heeft. Ik kan me wel voorstellen dat het voor MKB lastiger is om een echte beveiligingsexpert in dienst te hebben die genoeg kennis van zaken heeft, een beetje afhankelijk van het bedrijf natuurlijk. En dan kan je ervoor kiezen om die natuurlijk ook in te huren. Maar dat heeft denk ik niks te maken met agile werken, maar veel meer te maken met hoe groot is je organisatie en hoeveel kennis heb je in huis en hoeveel kennis wil je inhuren. Ik denk als je op deze manier alleen werkt, dat je wel bij een kleinere organisatie wel andere soortige experts inhuurt. Daar waar je voorheen dat misschien achteraf kon doen en op één moment. Ja, daar heb je het nu met agile werken wel eigenlijk nodig om met zekere regelmaat iemand binnen te krijgen die kennis van zaken heeft over security. Want hij moet immers in die sprintteams steeds weer. Het is niet gewoon dat er een security expert in het sprintteam zelf zit en daar altijd maar weer bij is. Het zijn momenten waarop die komt, vaste momenten waarop die komt. Wij noemen dat bijvoorbeeld vlinders. Hè? Die vlinderen weer binnen en die gaan weer weg. Maar je hebt wel het is niet zo dat iemand één keer per maand komt. Want als je een sprint hebt die elke 2 weken duurt, dan moet iemand ook sneller komen natuurlijk. Helder. Ja. Als er geen vragen meer zijn, daar kijk Bas nu even naar. Dan wil ik nog even wijzen op, jullie kunnen dat natuurlijk niet zo overnemen, maar zometeen komt de URL ook. Op de SIP-site staat de whitepaper. Er staat de sheets worden ook beschikbaar gesteld. Het ICTU heeft een kwaliteitsaanpak beschikbaar gesteld. Die kunnen jullie lezen bij het ICTU op de site. En bij NEN is er een heel risicobeheersingstraject over ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware. En deze zijn, omdat een aantal mensen hier zowel aan Agile Security Management hebben gewerkt als aan deze aspecten, sluiten ze ook allemaal goed op elkaar aan. En dat geldt ook voor SAM. Die is ook helemaal aangepast. Het past allemaal op elkaar. Zijn er nog andere opmerkingen en vragen, Bas? Ja. Ja, nog een spannende. Een laatste vraag. Ja. In de chat werd de vraag gesteld hoe dit zich verhoudt tot de ISO 25010 over softwarekwaliteit. Ah,
Dat is nou toch wel een zo moeilijke vraag dat ik niet zeker weet of ik daar nou wel het antwoord op weet. Ja. Ik heb nou eigenlijk net gezegd, we hebben wel een paar mensen die heel duidelijk zeg maar, zich bezighouden. Niet alleen bij het SIP helpen om deze normen op te stellen, maar ook bezig zijn op andere aspecten om daarmee bezig te zijn. Dus we proberen eigenlijk altijd om te zorgen dat verschillende normen en kwaliteitsaanpakken op elkaar passen. He, dat je niet in het een iets heel anders te lezen krijgt dan in het andere. Ja. Van deze norm weet ik het niet, kan ik het niet zo zeggen. Maar als het niet zo is, als jullie denken zelf dat er grote verschillen tussen zitten, laat het ons weten. Want wij kijken daar altijd naar en nemen het mee. Je kunt dat doen zowel via onze website, je kan mij mailen. En als je lid bent van onze Pleio community, dan kan je het ook daar laten weten. Dan wil ik hem nou afsluiten, Bas. Prima. Ja. We hebben nog voor de mensen die het interessant vinden vanuit het SIP twee evenementen die interessant zijn. We hebben volgende week maandag een webinar over ethisch handelen in tijden van crisis. En we hebben iets over de AVG in tijden van corona. Bij het SIP organiseren we ook met regelmaat dit soort sessies zoals de PVEB nu doet. En doen we natuurlijk ook in steeds grotere mate digitaal. En we willen daarin ook graag samenwerken. Meer informatie kun je vinden op deze twee sites. De community is Pleio, daar kun je ook met elkaar praten. Die is wel alleen maar toegankelijk voor mensen die bij de overheid werken of die kennispartner van het SIP zijn. Maar de SIPoverheids.nl die is vrij toegankelijk en daar kun je eigenlijk al onze producten vinden en downloaden. Nou, dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor het luisteren en tot ziens.